Noordvliet. Ongetwijfeld de meest getalenteerde wildlife-kunstenaar die Nederland ooit heeft gekend. Een tekenend verteller noemde hij zichzelf van de natuur en natuurlijk de kabouters. Rien Poortvliet had ook een bijzondere band met het Koninklijk Huis. Hij stuurde hen ieder jaar een door hem zelf geschilderde kerstkaart. Met de tentoonstelling van deze kerstkaarten samen met een deel van zijn omvangrijke oeuvre keert Rien Poortvliet symbolisch terug naar Soestdijk. De expositie werd geopend in het bijzijn van mevrouw Poortvliet. Ik dacht in eerste instantie dat dat de kerstkaarten waren die de familie naar buiten zond. Maar al heel snel kwam ik erachter dat dat de kerstkaarten waren die de familie Poortvliet naar de familie stuurde. En het waren geen kerstkaarten, maar het waren gewoon prachtige, mooie schilderijtjes. Is het een cadeau dat zo dicht bij een huis in Soest, dat hier dan die expositie is. En dat er zo veel mensen er zijn. Ik dacht misschien zijn er vijf, maar nee, het is een oranje rivot. Als mijn man thuis kwam en we hadden s'avonds diner op Soestdijk, dan zei ik, dan had ik altijd koffie gemaakt en een bal gehad. Want ik zei, je weet, moet ik al vanavond krijgen. Ja. Jarenlang woonden Rien Poortvliet en zijn vrouw in Soest. Mede dankzij de jaarlijkse kerstgroet ontstond er een vriendschappelijke band tussen Poortvliet en Prins Bernhard, die hem in 1976 een zilveren anje mocht opspelden.